Hallo, in deze video gaan wij de woorden bij mondeling 1.2, deel 1, en schriftelijk 1.2, deel 2, leren. In het boek van mondeling 1.2 vinden jullie de woorden op pagina 18. Dus deel 1 mondeling, deel 2 schriftelijk. Jullie moeten dezelfde woorden leren. En over wat gaat deel 1? Deel 1 gaat over de familierelaties. Dit is de stamboom van een familie. In de volgende video krijgen jullie meer informatie over de stamboom. Nu gaan wij de woordjes lezen. Ik ga de woordjes lezen. Jullie mogen de woordjes herhalen. Het gezin. Het gezin bestaat uit moeder, vader en kinderen. Moeder, vader en kinderen. Dat is ons gezin. Ik heb hier een tabel. In de eerste kolom vinden jullie de woorden in singularis 1. In de tweede kolom zien jullie de woorden in het pluralis meer dan 1. Ik begin te lezen, jullie mogen herhalen. De echtgenoot. De echtgenoten. Orhan is mijn echtgenoot. Of Orhan is mijn man. Ze zijn allebei goed. De echtgenoten. De echtgenotes. Dat zeggen wij tegen de vrouwen. De vrouw, de echtgenoten. De vrouwen, de echtgenotes. Het gezin, de gezinnen. Jullie zien hier dat er bij sommige woordjes de staat en bij andere woordjes het als artikel. Dit hebben wij ook in de klas geleerd. Woordjes met het heb ik in het rood geschreven. Deze woordjes moeten jullie natuurlijk leren. De ouder, de ouders. Het kind, de kinderen. De vader, de vaders. Wij zeggen papa. De moeder, de moeders. Wij zeggen mama. De broer, de broers. De zus, de zussen. De zoon, de zonen. De dochter, de dochters. Hier zien jullie de familie. Dus niet alleen vader, moeder en de kinderen, maar ook de andere mensen in de familie. De familie, de families. De grootouder, de grootouders. De grootmoeder, de grootmoeders. Wij zeggen oma. De overgrootmoeder, de overgrootmoeders. De overgrootmoeder is de moeder van onze grootmoeder. De grootvader, de grootvaders. Wij zeggen opa. De overgrootvader, de overgrootvaders. De overgrootvader is de vader van onze grootvader. Het kleinkind, de kleinkinderen. Het achterkleinkind, de achterkleinkinderen. Dat is een lang woord. De kleindochter, de kleindochters. De achterkleindochter, de achterkleindochters.
De kleinzoon, de kleinzonen. De achterkleinzoon, de achterkleinzonen. De tante, de tantes. De nonkel of de oom. Ze zijn allebei goed. De nonkels of ooms. De nicht, de nichten. De neef, de neven. De schoonfamilie. De schoonfamilie is de familie van mijn echtgenoot of van mijn man. De schoonouder, de schoonouders. De schoonmoeder, de schoonmoeders. De schoonvader, de schoonvaders. De schoondochter, de schoondochters. De schoonzoon, de schoonzonen. De schoonzus, de schoonzussen. De schoonbroer, de schoonbroers. Hier zien jullie nog extra woorden om te leren. De weduwe is iemand waarvan de echtgenoot of de man is overleden. Dus de weduwe is een vrouw. Haar man is overleden of gestorven. De weduwnaar is een man. Zijn echtgenote, of dus zijn vrouw, is gestorven of overleden. De weduwnaar is een man. Getrouwd, gehuwd is hetzelfde. Gescheiden, verloofd, samenwonend. Nog leven. Een voorbeeld, mijn tante leeft nog. Gestorven zijn, een voorbeeld, mijn nonkel is gestorven. Op iemand lijken, ik lijk op mijn vader. Niet op iemand lijken, ik lijk niet op mijn moeder. Zo. In de volgende video gaan jullie meer informatie krijgen over de stamboom. Ik wens jullie allemaal heel veel succes!